In het district Brokopondo is er veel animo voor ondernemerschap. Dit kwam tot uiting bij de laatst gehouden ondernemersbeurs in Brokopondo Centrum. Orsina Walden, voorzitter van de Stichting Duurzame Ontwikkeling Brokopondo, zegt dat zulke beurzen vaker georganiseerd zullen worden. Daarmee hebben de ondernemers in het district ook een afzetmarkt. Pinky Mall is ook een coöperatie die ook opkomt voor kleine ondernemers. En een van de core business doelstellingen van Pinky Mall is dat we in principe de ondernemers helpen aan afzet. Afzet creëren. En soms kan je, als we praten over afzet, denk men vaak aan buitenland alleen. Hè? Tuurlijk, dat is ook een belangrijk aspect, maar in je eigen gebied is het ook belangrijk dat men weet dat ze bij jou als ondernemer voor bepaalde zaken terecht kunnen. Deze twee organisaties werken samen om het ondernemerschap in het district verder richting te geven. Dion Dico, oprichter van Fiti Mau, zegt dat met de beurzen wordt aangetoond dat er hulp kan komen voor toekomstige ondernemers. Daarom zullen verschillende dorpen worden aangedaan om het ondernemerschap bij de mensen te stimuleren. Weliswaar heel goed gegaan, yes. Maar komend week dan starten we om de planningen te maken om naar die dorpen te gaan bij de mensen. Om zo hun formulieren in te vullen. Hun zakenplannen voor ze te schrijven, ja. Of hun projectvoorstel, zodat ze in aanmerking kunnen komen voor een financiële ondersteuning van CIMIF Standpunt. De ondernemersbeurs is georganiseerd door de Stichting Duurzame Ontwikkeling Brokopondo en de ondernemerscoöperatie Fiti Mau. De beurs is op 25 maart gehouden en was een groot succes.